de eerste meldronde. Ik zet de zeepkist even klaar. Ik wil u graag even attenderen op een drietal activiteiten in Rozet de komende periode. Waaronder de lezing van Ingrid Jacobs, de brug, de Oude Rijnbrug van Arnhem. Zij verzorgt die op woensdag aanstaande 13 februari. En via de site van de Volksuniversiteit Arnhem kunt u zich daarvoor opgeven. U weet waarschijnlijk dat Ingrid Jacobs vorig jaar dit mooie boek heeft uitgebracht. Eind 2018 is uitgekomen. Ze heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de brug, de schipbrug, de verschillende veren. En u weet vast ook dat de Rijnbrug 3 keer gebouwd is. Hè? In 35 geopend, in 40 weer vernietigd, in 44 herbouwd, weer gebombardeerd en uiteindelijk in 50 weer geopend. Dus er is enorm veel te vertellen over die brug en dat gaat zij aanstaande woensdag allemaal doen tijdens deze presentatie. Ik wil graag de volgende slide, als dat kan. In Rozet doen we meer dan dit soort mooie lezingen organiseren. Zoals u misschien weet is vanmiddag in Rozet de grote manifestatie rondom de plastic soep geopend. Misschien is de opening zelfs nu nog wel aan de gang. Er zijn allerlei activiteiten die daarmee te maken hebben de komende maanden te zien en te beleven in Rozet. En daar laat ik er maar eentje van zien, want deze heeft een archeologisch aspect. Je zult denken van archeologie en plastic, dat is misschien wel erg recent, maar tijdens archeologisch onderzoek wordt plastic toch al meegenomen in het onderzoek. We zien hier ook een afbeelding van een paar zaken die gevonden zijn, mogelijk bij het Musiskwartier. Het Musiszakum is natuurlijk archeologisch opgegraven deels. En er zijn archeologische opgraven gelegd bij de Klingelbeek. Daarvan worden dingen getoond. Er zijn mensen aanwezig in de Archeo-hotspot in het erfgoedcentrum. Van 2:30 tot 3:30 op dinsdagmiddag die u daar van alles over kunnen vertellen. Een heel recent en interessant onderwerp als het om archeologie gaat. Volgende graag. Een derde activiteit, het poppenhuis van Lizzie Anzing, wat u mogelijk allemaal kent. Het stond natuurlijk ooit in het gemeentemuseum Arnhem, daarnaast in het historisch museum Arnhem aan de Beekstraat. En tegenwoordig in het erfgoedcentrum in Rozet. Het staat er sinds 1964, of ik moet zeggen, het is sinds 1964 in Arnhem. Op zondag 3 maart, ik vind daar een korte lezing plaats door Trudy Daalmeijer. Die weet er echt alles vanaf, van dat poppenhuis. De toegang is gratis en zij gaat niet alleen iets vertellen over het huis zelf, maar vooral veel over wat er in het poppenhuis te zien is. Heel kort nog even, Lizzie Anzing was natuurlijk een bekende schilderes. Geboren 1875, overleden 1959, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Zij heeft het poppenhuis dus zelf destijds gekocht om haar eigen schilderijen te enceneren. En uiteindelijk is het dus voor educatieve doeleinden terechtgekomen bij het voormalige gemeentemuseum. Dankjewel, Hans Timmermans. Ja. Margreet van Gastel. Dankjewel. Ik kom net binnen, want ik kom uit de Rozet waar de plastic soep expositie was gedaan. En ik hoor net dat daar ook een aankondiging van was. Hartstikke mooi, want het blijft steeds een goed item om minder plastic in Arnhem te krijgen. Dat is één. Tweede, Prodesse Konamoer. U ziet het staan, we hebben een nieuwe site. Hij is heel actueel, heeft steeds nieuwe informatie. Dus kijk er ook eens op. Dan 3, de lezing. Is Arnhem aan de IJssel ontstaan op 22 februari? Er zijn nog steeds groeperingen die zeggen, de een zegt het is echt aan de Rijn, de ander zegt ik kan het documenteren, het is aan de IJssel. Dus ik zou zeggen, John Mulder gaat u verrassen op 22 februari... Hij is een van degenen die zegt, Arnhem is wellicht aan de IJssel ontstaan. Dan 29 maart, de middeleeuwse stadsrekeningen van Arnhem en Zutphen. Een lezing door Roelof Bos. U zult misschien zeggen, ja, de stadsrekeningen, wat leert ons dat nu? Nou, hij heeft de rekeningen onderzocht tussen 1350 en 1550...
En komt dan tot hele interessante bevindingen. Namelijk dat in die tijd Arnhem eigenlijk bestuurd werd door twee families. De familie van Arnhem en de familie van Gruithuizen. En dan was het ook traditie dat iedere familie een burgemeester leverde. Dus je had in die tijd twee burgemeesters, van de ene elitaire familie één en van de andere. Echter, dan op een gegeven moment zijn er twee burgemeesters, beide met de achternaam van Gruithuizen. Hé, dat is raar. Waar is die andere familie gebleven? Nou, zoveel competitie tussen die twee families, dat de familie van Arnhem de stad uitgejaagd is. En de familie van Gruithuizen dus de burgemeesters heeft geleverd. Het is maar dat u het weet. En dat kun je allemaal terug herleiden vanuit die stadsrekeningen. Dus zeker de moeite waard. Dan 26 april, dan hebben we onze ledenvergadering. Maar na de pauze een prachtige lezing. Gesjouw met lijken, gesleept met gedenktekens over de grafcultuur in Arnhem. Want wij denken natuurlijk bij grafcultuur aan Moskou, maar er valt heel veel over te vertellen. En Arnhem kun je ook herkennen uit een hele onrustige historie op het gebied van begraven en gedenken. Dus dat belooft ook een hele bijzondere lezing te worden door Wim Koppers. Dat zijn mijn mededelingen. Dankjewel, Margreet van Gastel. Omhoog kijken. Dat gaan we zondagmiddag om 14:00 doen vanaf het Oranje Koffiehuis in de Arkenoogstraat in Arnhem. Een wandeling van Gilde Stadswandeling Arnhem. U bent allen welkom. Omhoog kijken. Hey, dankjewel Jan. Dan Casper Loepen. Goedenavond, mijn naam is Casper Loepen. Ik ben werkzaam bij Orientalis, Heilig Landstichting. En, bij de andere grote stad, zullen we maar zeggen. Ik wil nog eventjes vertellen dat wij het afgelopen jaar een super jaar hebben gehad. We hebben afgelopen december onze kerstopenstelling met de grootste kerststad van Europa. Hadden we 35.000 mensen alleen in de maand december. En over het, dank u wel. En over het gehele jaar alweer een stijging als het jaar daarvoor. Hadden we afgelopen jaar 75.000 bezoekers. Super, daar zijn we enorm blij mee. Ook het museum heeft de grootste kerststal aangekocht. Dus we hebben met de crowdfunding die we hadden opgezet, is ons gelukt om die kerststal te behouden van Roel en Fred uit Friesland. Mocht u, al is de kerst achter de rug en Maria ligt mis, toch nog de kerststal willen zien, tot het eerste weekend van maart is die te zien in ons hoofdgebouw binnen museum. En op zaterdag 2 maart is de Gelredag van Omroep Gelderland en de Redders van Gelre bij ons. En er wordt symbolisch de overdracht gedaan van Roel en Fred naar het museumpark. Dus ik hoop u dit jaar te zien. Dankjewel Casper. Johan Wolthuis. Goedenavond. Precies 2 maanden geleden, op 8 december van het vorig jaar, is er een prachtig boekwerkje verschenen over de Sint-Jansbeek te Arnhem, met als ondertitel Levensader voor een stad. Het bestaat onder andere uit de historie van de Sint-Jansbeek, die begint al in de 11e eeuw. 25 bladzijden over de historie. Ik zal er even een klein stukje over voorlezen. Dat lukt. Zal ik de microfoon vasthouden? Kijk. Al in de 6e eeuw was er een nederzetting bij de Sint-Jansbeek. In de middeleeuwen ontwikkelde de beek zich tot de belangrijkste levensader van de stad. Door de vestiging van de vele watermolens, wasserijen en blekerijen ontstonden in dit gebied de start-ups van de eerste Arnhemse bedrijven. Dat de beek in Arnhem weer boven grond stroomt, doet dan ook recht aan de rol die de Sint-Jansbeek in de geschiedenis van de stad heeft gespeeld. Vind je dat goed? Ja. Het gaat dus eerst over de historie, 25 bladzijden. Daarna een heel verhaal hoe we gepoogd hebben sinds 2005 die beek weer in de stad omhoog te krijgen. Dat heeft heel veel overleg gepleegd, totdat er eindelijk in 2015, dacht ik, een krediet van de
Provinciale Staten werd toegekend aan Arnhem om de zuidelijke binnenstad te ontwikkelen. En daar mocht dan ook een deel van de Jansbeek boven water gehaald worden. En maar Johan, wil je ons even vertellen hoe we aan dat boek komen en wat het kost en zo? Dat boek ligt voor op de tafel en dat kost €14,95 en het is een fantastisch vormgegeven boek. Als u dit ziet. Nee, dat hebben we al gezien. Dus hier laten we bij. Dankjewel, Johan. Okay, met vele prachtige plaatjes. Zeker. Kees Kant. Ja. Het lukt. Ja? Ja, nee, het lukt. Het zal niet verbazen dat het over de beelden in Arnhem gaat. Ik was niet van plan een verhaal te vertellen. Ik werd aangesproken en ik doe het wel, want ik heb nieuws te melden. We hebben een project in samenwerking met Prodesse Con Amour. En de stand van zaken op dit moment wat betreft de fondsenwerving is €13.000. We zijn er nog niet. Prodesse Con Amour is een culturele ANBI, dus iedereen die geld geeft laat de minister van Financiën meebetalen. Dat is niet het nieuws. Het nieuws is dat bekend was in Arnhem dat twee beelden, één de Jupiter en de andere de Bacchus, verloren gegaan zijn tijdens de slag om Arnhem. Dat is niet waar. De beelden waren er nog na de oorlog. De Jupiter stond op de plaats waar hij altijd gestaan had. Hij was zwaar beschadigd en alle andere beelden waren ook zwaar beschadigd. De Bacchus stond in opslag aan de Bosweg. Er werd geïnventariseerd, er werd samengewerkt en steun gevraagd aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Die zegt het geld toe en we hebben het te danken aan een Haagse beeldhouwer, meneer Pietersen, dat de Bacchanten en de roof van Persephone überhaupt gerestaureerd zijn, want het is aan hem te danken. De Jupiter werd gekwalificeerd als niet te herstellen en die is naar kunstoefening gegaan. En de Bacchus zou na herstel op de plaats van de Jupiter komen. De Bacchus is gerestaureerd en is nooit op de plaats terechtgekomen waar de Jupiter gestaan had. Interessant in de correspondentie uit het dossier wat ik bestudeerd heb, is de correspondentie tussen de directeur gemeentewerken en het college. Want het ministerie vroeg bij de afrekening, ja maar er mist een beeld. En dan krijg je dat de directeur gemeentewerken zegt, helaas moet ik melden dat het tijdens de werkzaamheden verloren gegaan is. En het college maakte daarvan dat het tijdens het transport van de plaats van herstel naar de plaats van waar het geplaatst had moeten worden, verloren gegaan is. Het is gewoon van de vrachtauto afgevallen. Dat is nieuws. Binnenkort komt hier een mini-expositie. En dan kunt u in die mini-expositie dit verhaal kunt u zien aan de hand van beeldmateriaal wat ik aangereikt gekregen heb van het Gelderse Archief. Die hebben speciaal albums doorgezocht om die beelden Kees, te zoeken. Kees, hier gaan we bij laten voor ze vandaag. Ze zijn er en u kunt ze binnenkort zien. Ja, dankjewel Kees Kant. Dan wil ik Ad Valen vragen om even hier, Adriaan Valen bedoel ik, vragen om even hier te komen. Oh. Hij speelt ook een rol in de laatste presentatie over stadsboerderijen, maar daar gaat het nu even niet over. Adriaan heeft jarenlang bij de Arnhemse brandweer gewerkt en hij vraagt zich iets af. Vertel me wat je mij straks vertelde. Nou, ik wou ook goedenavond. Ik wou jullie vertellen dat datzelfde wat die meneer hiervoor vertelde, dat eigenlijk ook een beetje aan de hand is bij de Arnhemse brandweer. Wij hadden blushuizen, misschien weten jullie dat nog, hier overal door de stad. En daar stond antiek in. Antieke pompen, antieke spullen. En nu is de regiovorming is gekomen. En nu ben ik bang dat we ons antiek kwijtraken in Arnhem. En voor een gedeelte is dat al zo. Dat antiek, dat gaat naar burgemeesters in andere plaatsen. Die in de regio vallen nou. En dat zou heel erg jammer zijn. Daar wil ik iedereen van waarschuwen dat dat niet mag gebeuren. Dus maar wat zou jij willen? Dat het naar Arnhem blijft. Het is van Arnhem. Ja.
Dus de vraag is, en misschien dat iemand daar misschien niet vandaag, maar wel binnenkort een keer een antwoord op heeft. Van hoe kunnen we zorgen dat het antiek dat er nog in Arnhem staat, dat dat voor Arnhem behouden blijft? Ja. Klopt dat? Ja, dat vind ik. Dat is de vraag. Dus, nou. Misschien naar het Openluchtmuseum? Nee. Nou, antwoorden die zijn welkom of bij Adriaan Valen zelf of bij de herbergiers van de historische herberg Arnhem. Nou, we hopen er een beetje mee verder te komen. Dankjewel ook. Dan.